Dalilin kenan ya ce duk tsohon garin da zaka. Van grote gebouwen tot kleine huisjes, allemaal van modder en hartstikke stevig. De moskee van Agadez is al meer dan 500 jaar oud en hij staat nog steeds, ondanks dat hij helemaal is gemaakt van water, klei en stro. Het moddermengsel wordt banco genoemd. De huizen van klei, modder en stro staan in Niger, in de stad Agadez om precies te zijn. Die plek ligt in de Sahara-woestijn. Daar is het erg heet en door klimaatverandering wordt het er de komende jaren alleen maar heter. Gelukkig helpt het moddermengsel om huizen koel te houden. De hitte wordt door de dikke muren van Banco buiten gehouden. Quand il fait chaud, l'avantage de la maison en Banco est que au fait l'intérieur est froid. Et quand il fait froid, l'intérieur est chaud. In het land gebruiken ze dus al honderden jaren Banco. En niet alleen in oude gebouwen, maar ook nieuwe huizen worden van de modder gemaakt. En même là, c'est moderne, c'est un site moderne, électrifié, adduction d'eau. Mais quand même, on continue à travailler aussi les Banco, parce que les Banco aussi, ça marche très bien. Je pense qu'on a intérêt aussi à garder nos maisons en Banco, et pour la culture, et pour la tradition, et pour le climat aussi. Het materiaal is ook nog eens makkelijk te repareren. Zodra er scheurtjes te zien zijn, wordt er meteen wat modder op gesmeerd. De anger die jou valt in Ramayana naar zijn chefie, zijn achaihi. Het is een soort van fierté, want we hebben vécu, onze grandparents hebben vécu. Onze enfants vivront ook là-dedans. Ze zijn hier en ze zullen continuer d'exister. Il a un avenir, le Banco. Il a toujours un avenir.